Het was gisteren 14 februari Valentijnsdag. De meningen over deze dag zijn verdeeld. Sommigen vinden het een normale dag, anderen praten over een commerciële dag, maar velen vinden het een dag van de liefde. De podiumkunstenaars Hilly Arduin en Guillaume Paul hebben gisteravond een lobbytory nitty georganiseerd in de bibliotheek van het CCS. Het doel van de avond was lobbytory verhalen in de ruimste zin des woords te vertellen. Het is een zeer gevarieerde avond geworden waarbij er ook gedichten voorgedragen zijn door onder meer Rosemarie Maitre. De vertaalkunstenaar Paul verklapte een geheim, namelijk dat liefde nu wetenschap is. In Parijs hebben ze een complete tentoonstelling ingericht, alleen maar gewijd aan de liefde. En in 2013 zijn ze iets begonnen, omdat op een eiland, het eiland Mana, zoek hem niet, heel ver vandaan, op dat eiland heeft men vroeger vogels gehad en de vogels die zijn weg om onbekende redenen. Niemand weet waarom die paardjes, want het zijn vogels die een leven lang bij elkaar blijven. En plotseling waren ze allemaal weg. En de wetenschappers zijn begonnen om beelden te plaatsen. Prachtige beelden van dezelfde vogels. Hilly Arduin hield de aandacht van haar gehoor vast met een verhaal over een gouden meisje dat in een gouden boom woonde. We nemen u mee naar het einde van dit verhaal. Er waren gouden stralen, ze was weer helemaal in het goud. De lippen gouden, de ogen gouden, de haar gouden, de kleuren gouden. Helemaal in het goud. Maar gelukkig, dames en heren, had onze prins een broertje, te shoppen. Zei, oké, ik wil wel met haar trouwen, ik wil wel met die andere trouwen. Dus, hij stond op, hij had ook natuurlijk mooie kleren aan. Hij ging het altaar staan en die vader en die bruidegom die we nog niet kenden, kwamen naar voren. Twee huwelijken in het koninkrijk. Alle twee echtparen waren dolgelukkig. De prins met zijn gouden meisje. Broertje van de prins met het anonieme prinsesje. En weet u, dit verhaal eigenlijk net als alle andere verhalen. Vertelkunstenaar Hilly Arduin gisteravond in CCS Bibliotheek bij de Valentine Lobbytory Nitty.